Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, minister Jubitana brengt werkbezoek aan Guyana. Minister Walden wil verbetering consumentenzorg. CBB viert 63-jarig bestaan en doorverwijzingsroute gelaunch voor gender en huiselijk geweld. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft van de week een werkbezoek afgelegd aan Guyana, waarbij er een Open Sky overeenkomst is ondertekend ten behoeve van beide landen. De bewindsman geeft aan dat deze overeenkomst een meerwaarde zal hebben voor de luchtvaartsector, de toerismesector en de economie van de beide landen. Nu moeten wij de handen in elkaar gaan slaan om onder andere de toerismesector beter te ontwikkelen. Minister Jubitana tekende namens Suriname met zijn Guyanese collega de luchtvaartovereenkomst. We hebben een vruchtbaar bezoek gehad. We zijn geweest met een 7-man sterke delegatie, laten we dat zo noemen. En met de technische mensen, de adviseurs, die het werk hebben voorbereid. En natuurlijk gedurende de voorbereiding zijn we heel erg intensief bezig geweest als team. En vanaf de aankondiging van de presidenten op 24 november, vanaf de daaropvolgende dag, die ochtend, hebben we dus op ministerieel niveau hebben we overleg gehad, die ochtend vroeg, 25 november. En daarna zijn de voorbereidingen volop geweest, richting 7 december. En de reden waarom ook 7 december, het is de internationale dag van de luchtvaart. En voor beide teams was het ook een uitdaging om die deadline te halen. Maar gelukkig is er dus ook was er al voorwerk geweest met betrekking tot die MOU en die Air Service Agreement. Dat in het kort met betrekking tot dat gedeelte, de planning. En gisteren was het zover dus. We zijn 9 uur vertrokken vanuit Paramaribo en om 9:10 in Georgetown geland. We zijn daar heel warm verwelkomd door de Guyanese delegatie, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Public Works. Daar mijn de counterpart van Guyana. En ja, we zijn daarna naar de ambassade geweest, 2 uurtjes, 1,5 tot 2 uurtjes. Om zeker ook te kijken hoe dat allemaal daar aan toe gaat. Je kan niet naar een land gaan en je ambassade is daar. Dus ook daar een bezoek gebracht met de delegatieleden. En een deel is dus van daaruit vertrokken naar wat wij hier noemen onze CASA's. Hebben zij ook zo een instituut. Om daar ook indrukken op te doen hoe zij te werk gaan en ook nadere informatie te krijgen van hoe het allemaal in Guyana geschiet op gebied van luchtvaart. Ja, minister, u haalde het woordje luchtvaart een aantal keren aan. Wat zal de samenwerking zijn tussen Suriname en Guyana als het gaat om luchtvaart? Nou, het is jarenlang, we zijn buren en jarenlang is er nooit er is in principe geen overeenkomst. Wat betekende dus als bijvoorbeeld concreet SLM moet vliegen via Georgetown naar New York, dat ze dan eerst toestemming moeten vragen aan Guyana. En dat werd dus telkens op basis per vlucht gedaan, het verzoek gedaan om te mogen vliegen. Met deze agreement hoeft dat niet meer. Dus dat betekent ook dat het voor Guyana geldt, dat wanneer zij flights hebben richting Suriname, dat er goede afspraken hierbij zijn gemaakt, dat zij dat ook mogen doen. En verder hangt het ook vanaf hoe wij als land ons opstellen. En wij gaan voor ontwikkeling
voor het ontwikkelen van de luchtvaartindustrie dan, laat me dat benadrukken. Dat vergt dus ook durf. We moeten dat niet zien als een, zeg maar een weakness, want dat heb ik al gisteren mogen vernemen. Van wat, hoe gaan we hieruit komen? Nee, wanneer we praten over ontwikkeling van onze luchtvaart, dan moeten we het ook de rollen gaan omkeren. Wij moeten Suriname toegankelijk gaan maken. En hoe meer passagiers naar Suriname komen, hoe meer inkomsten voor het land en ook inkomsten voor de bedrijven. Okay. Nu zitten we wel in een COVID-19-pandemie situatie, minister. Hoe lang zouden we er naar uit kunnen kijken dat dit een beetje aan het rollen zal komen? Wat bedoelt u precies met? Dus dat passagiers vanuit Guyana en Suriname richting andere landen, andere delen van de wereld ook kunnen gaan? Nou, dat hangt van, wij moeten dit bij deze MOU en de ASA, de Air Service Agreement, die wordt dus ook nog binnen RVM wordt voorgelegd. En daarna gaat hij naar de staatsraad en dan naar de DNA. En zo heeft Guyana ook haar eigen protocollen die ze moeten bewandelen. En de staatshoofden hebben al uitgesproken dat, dat de samenwerking, het mag veel nauwer en ook gezamenlijk kijken naar mogelijkheden. Dus wij werken er naartoe dat ook dit spoedig mogelijk wordt afgehandeld binnen onze wetgeving en dat wij daarmee aan de slag kunnen. Dus het hangt niet alleen van TCT af, maar zeker het vermogen om dit zo snel voor elkaar te krijgen als land. Als we dit binnen een week, 10 dagen, concreet 10 dagen, hebben kunnen bewerkstelligen, mag ik ervan uitgaan dat wanneer we praten over ontwikkeling, dat hebben we hard nodig, dat wij dit ook spoedig voor elkaar krijgen. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft samen met haar staf op 8 december 2020 een werkbezoek gebracht aan Mungo en Albina. De minister wil in goed partnerschap met onder andere de RR-leden werken aan consumentenzorg en facilitering van ondernemers per resort. De bewindsvrouw heeft tijdens deze bezoeken een onderhoud gehad met districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest en Clyde Hunswijk, de DC van Marowijne Noordoost, waarbij is nagegaan hoe de samenwerking tussen het ministerie en de DC's te versterken. Een goede partnerschap, een goede samenwerking nodig om Marowijne, de consumenten in Marowijne, ook de ondernemers, maar ook in dit aspect de consumenten in Marowijne beter te faciliteren. U weet, een van de zaken waar we er, een van de zaken die bij de prijs bij de consumenten belangrijk is, zijn de prijzen, de prijscontroles. Ik heb in het vorige gesprek al met de DC gesproken over het algemeen doel van het ministerie Economische Zaken om welvaart en welzijn te faciliteren, te helpen bevorderen. En wanneer we praten over welvaart, hebben we het over dat mensen in staat moeten zijn in de levensbehoefte te voldoen. Toch? De goederen die ze nodig hebben, de diensten die ze nodig hebben, alles aan zo af van nodig voor apwan bulibi, umusman baye. Toch? Of umusman abe. Dat is welvaart. Welzijn zou ik definiëren van toen ik alles aan zo abe, u kan gaan winkelen, u kan bij een jam op tijd, u kan bij een cross op tijd, u kan bij een onderdak, dit en dat. Dan moeten we ook veilig zijn, toch? Je moet er ook gelukkig bij zijn. Wat u wel kan doen,
is dat we samen consumenten gaan helpen beschermen. En waar gaan we consumenten mee beschermen? 1. Dat er niet aan prijsopdrijving wordt gedaan. Dat de prijzen niet opzettelijk te hoog worden geplaatst doordat de winkelier een te hoge winstmarge in rekening brengt. Veel van de basis- en strategische goederen is de maximale winstmarge 20-25%. Toch? Dus een winkelier mag wel een winstmarge hebben. Ik ga maar bij ons aan die 10 geloof. Hij mag voorzien in 12,50, want hij moet maar een paar uur, hij moet maar een paar roken, maar ik ga transporten. Dus hij mag een winstmarge zijn. Maar een winstmarge mag de 50% of hij mag de morgen een vastgestelde winstmarge. Dus wat we nu doen, wij publiceren richtprijzen. En de richtprijzen geven aan wat de maximale prijs voor de geliste basis- en strategische goederen moet zijn in de winkels. Toch? Dus een maximale prijs. Dus de prijs die hier staat, de winkelier mag deze prijs stellen of lager. Dus no more here. Dus als je winkel bijvoorbeeld, met je een voorbeeld, hè? Aardappel staat helemaal boven. Lijst is op 7,12. Goed, dat 7,15. Dus een winkel mag zeggen van, moet zijn een psycholoog, bijvoorbeeld. Dat voeren ze op naar mijn winkel. Dat is er morgen snel. Dan niet aan het tapen op horen. Dat mag wel. Maar dan mag dat van, dat moet zijn een 10 geloof. Want dat toch nog eens maar ook gafot of gebaaien morgen boom kopen, die soort van dat. Nee, dat mag niet. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, heeft op 9 december 2020 haar 63-jarig bestaan herdacht. Naast de reguliere toespraken en felicitatiewensen bij deze herdenking door leidinggevenden van het ministerie, is een CBB-promovideo gelaunched door minister Bronto Somoharjo. Kijkt u mee naar het verslag. CBB als organisatie die thans belast is met
Het zorg dragen voor een adequate bevolkingsadministratie is nu 63 jaar verder. Waar staan wij? Eerlijkheidshalve gebiedt mij om aan te geven dat wij nog steeds niet de beste situatie hebben. Maar ik zeg wel dat het nu tijd is om te werken aan de nodige verbeteringen. En ik zeg wel dat het nu de juiste timing is. Als ik mijn blikken richt op de COVID-pandemie, dan geef ik aan dat het niet de juiste timing is. Als ik ook moet letten op de gevolgen die daarmee gepaard gaan. Maar ik richt mijn blikken gelukkig niet op de COVID-pandemie. Ik richt mijn blikken op een trange, unieke, sterke combinatie die daarvoor moet zorgen. Ik richt mijn blikken op de minister van Binnenlandse Zaken, onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, die duidelijk aangeeft welke richting hij wenst op te gaan met CBB en ook het hart heeft op de juiste plek. Ik richt mij tot de directeur van Binnenlandse Zaken, die ongetwijfeld deskundig is op zijn vakgebied. En mijn persoon als directeur van CBB, die volledig ondersteund wordt door een deskundig managementteam. En met deze combinatie kan het niet meer misgaan. Dus het moet uiteindelijk goed komen. Ik richt mij ook op het personeel van CBB. Daaronder verstaan ook het personeel van de bureaus voor burgerzaken. Die ondanks beperkte middelen, ondanks de werkruimtes niet altijd voldoen aan de voorwaarden, dat ze zich toch inzetten op een creatieve wijze om de dienstverlening te garanderen. Ik dank het personeel voor hun inzet en ik feliciteer hierbij de samenleving met het 63-jarig bestaan van CBB. Ik feliciteer het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het bijzonder het personeel van CBB. En ik zeg uiteindelijk, het komt goed met CBB. Want sanide samu kinki. En udeja fu kink atori. En echte wo kink atori. Grantangi. Het is 63 jaar terug, zoals de directeur net aangaf, werd bij beschikking van het minister van Binnenlandse Zaken van 9 december 1957 ingesteld het Centraal Bureau voor de Burgerlijke Staat en Bevolkingsregister. Deze naam is gewijzigd bij de resolutie van de president van de Republiek Suriname van 22 februari tot het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. En die naam draagt deze instelling nog steeds. Toch, meneer Paul? Okay. Na 63 jaar CBB is er veel bereikt. Maar wij staan nog steeds voor grotere uitdagingen, waarvan ik er zeker drie wil noemen. Verdere modernisering van CBB, verbetering van de werkomstandigheden van het personeel en verbetering van de dienstverlening van CBB. Het niet afdoend kunnen beantwoorden aan deze uitdagingen uit zich in lange wachttijden, lange rijen en een systeem dat traag werkt. Het goede nieuws is dat wij over een goed en nieuw directieteam beschikken onder leiding van mevrouw Pocky, met het hart op de juiste plaats en de ernst van de knelpunten kent. Samen met de directie en jullie zullen wij allen ons moeten inzetten om de nodige verbetering bij CBB te brengen. Als minister van Binnenlandse Zaken zal ik er alles aan doen en erop toezien dat de dienstverlening naar de gemeenschap toe verbeterd wordt. Collega's, minister van BISA, ik wil jullie feliciteren met deze dag en ik wens jullie allemaal succes toe en ik hoop dat wij samen naar een beter CBW kunnen gaan. Ik hoop het niet alleen, maar ik weet dat het ook zo zal zijn. Dus gefeliciteerd, Brada Nangasisa. Nou, aan mijn collega's, hou we zo. Laten we gaan voor vernieuwing en verbetering en aan het publiek die ons over het algemeen uitscheldt. Heb een beetje geduld met ons. Het komt wel goed.
ieder wil verandering zien. Klantvriendelijkheid, deskundigheid, flexibiliteit en begrip van de burger. We kunnen het niet alleen, we moeten het samen doen. Oh, oh, yeah. CBB in transformatie, ja, in transformatie. CBB in transformatie. Working Katori, echte Working Katori. Minister Bisa, ook in Katori. Director Bisa, ook in Katori. Trico voor CBB, ook in Katori. Team CBB, ook in Katori. Yeah, yeah, yeah. CBB in transformatie, ja, in transformatie. CBB in transformatie. Working Katori, echte Working Katori. CBB in transformatie. Om organisaties en slachtoffers van gender en huiselijk geweld de weg wijs te maken, is er een doorverwijzingsroute gelanceerd. Het gaat in deze om een boekwerk waarin alle stakeholders, inclusief dienstverlenende organisaties met hun contactgegevens, zijn opgenomen. De lancering heeft plaatsgevonden op 9 december in Hotel Torarica. Aanwezig waren regeringsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van NGO's, als ook vertegenwoordigers van internationale organisaties die het project ondersteunen. Collega Kenneth Amoxi, minister van Justitie en Politie. Ray Davidson, Acting High Commissioner to Guyana and Non-Resident Deputy Ambassador to Suriname, representing the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom. Ms. Jenny Cocker, Representative of Global Affairs Canada, vertegenwoordigers van de diplomatieke missies en internationale organisaties, vertegenwoordigers van ministeries en niet-governementele organisaties, genodigden, dames en heren. Een van harte goedemorgen. De dalende cijfers van de laatste 2 weken van het aantal COVID-19 besmettingen klinken hoopvol. Maar er is nog geen reden om te juichen. De COVID-19-pandemie heeft, zoals wij inmiddels hebben kunnen ervaren, verwoestende gevolgen teweeggebracht voor de economie en de productiviteit van landen. Bovenal tast de pandemie door de noodgedwongen collectieve vrijheidsbeperkende maatregelen het sociale, fysieke en mentale welzijn van de bevolking aan. WHO-topman Tedros Ghebreyesus maakte middels Twitter bekend dat sinds de uitbraak van COVID-19 er een toename is van de meldingen van huiselijk geweld. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, uitte zijn bezorgdheid over de toename van huiselijk geweld. Voor veel meisjes en vrouwen is de dreiging het grootst op de plek waar ze het meest veilig zouden moeten zijn. Hij dringt eraan bij alle regeringen dat ook op de preventie en het verhelpen van geweld tegen vrouwen onderdeel te maken van hun nationaal actieplan tegen COVID-19. Wij zijn Global Affairs Canada en Commonwealth and Development Office van het Verenigd Koninkrijk dankbaar voor het financieel mogelijk maken van dit project. Voorts willen wij ook het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, het ministerie van Justitie, Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen en Stichting De Stem en de verschillende maatschappelijke organisaties bedanken voor hun inzet en de succesvolle samenwerking. Mevrouw Carla Bakboord van Women's Rights Center, dank voor het goede werk dat u heeft neergezet. En last but not least, dank aan mevrouw Judith Briele, liaison officer van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, die de speel is geweest waarop het samenwerkingsverband functioneert. Ik vertrouw erop dat het project zal worden verduurzaamd, zodat de gebruikerswaarde van de referral pathway intact blijft en in de toekomst bruikbaar blijft. Ik dank u. Wat ik zeg, het is een probleem, het is een maatschappelijk probleem. Er zijn slachtoffers, vrouwen, meestal kinderen. En dat behoeft aanpak.
En daarom juich ik dit initiatief toe. Ik ondersteun het. Maar dat niet alleen. Ik ga op het ministerie ga ik zeker wel die initiatieven ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan wetgeving. Ik denk aan versterken van bepaalde instituten. Ik juich toe het initiatief van de president om een kinderombudsman in te stellen. Dus alles wat nodig is om dit probleem effectief, heel effectief aan te pakken, dat ga ik ondersteunen. Dus net wat u zelf zegt, er wordt materiaal overhandigd. De samenwerking wordt aangehaald, wordt geprezen en waarschijnlijk ook andere initiatieven die mogelijk kunnen leiden tot hechtere samenwerking, tot het verkrijgen van financiële ondersteuning om projecten uit te voeren. Dus dat wordt hier beslist vandaag. Voor Suriname betekent het meer samenwerken, meer projecten, meer aandacht voor het probleem. En dat we op die manier de uitdagingen die vrouwen en kinderen meemaken aanpakken. Ik denk bijvoorbeeld aan vanwege COVID heb je ook een verhoogde mate van huiselijk geweld. Dat we die dingen kunnen aanpakken. In de eerste plaats is het doel dat organisaties en slachtoffers van gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld de weg kunnen vinden voor hulp. Wat zien we in de praktijk al jaren? Dat op een of andere manier men nog niet weet wie wat doet. En alleen van een paar organisaties. En dat men ook vaak niet op de juiste tijdstippen daar is en niet altijd aanwezig is. En nu met COVID is het alleen maar nog moeilijker geworden, waardoor we alles in kaart hebben willen brengen. Dat is één. Tegelijkertijd heeft natuurlijk altijd meerdere doelen. We willen ook dat die hulpverlening, dat het decentraliseert. En het is eigenlijk op al die plekken, want we hebben Paramaribo gevonden, Groot Paramaribo, Nikeri. En ook in de districten. Bijvoorbeeld Sanomara Issa, je hebt Maron Vrouwennetwerk, die allemaal ook hun werk doen in het binnenland en een luisterend oor bieden. Dus niet iedereen is deskundig. Deskundig in die zin van echt die hogere psychosociale hulpverlening, psychiatrie of andere zaken. Maar wel belangrijk, eigenlijk onmisbaar. Want vaak hebben we gemerkt, ook uit het onderzoek van de IDB, dat vrouwen en kinderen eerst hulp zoeken bij familie. En als zij al niet weten naar wie ze moeten verwijzen. Dus je ziet dat, het is dus voor iedereen. Die eerste stap waar je naartoe gaat, die moeten ook al weten van, hé, ik kan niet verder, naar wie moet ik daarvoor verwijzen. Dus daar heeft het ook mee te maken. En ik ben al langer een voorstander van een enorme goede samenwerking. En het klimaat lijkt zich voor te doen dat iedereen ook wil samenwerken nu. En misschien is dat een gevolg van 20 jaar bewustwordingproces van iedereen, dat het zich nu uit. En ik denk ook tegelijkertijd dat iedereen nu beseft dat het geweld wat vrouwen, kinderen en andere kwetsbare groepen wordt aangedaan, dat dat onkan is. En dat het ook een directe effect heeft op de criminaliteit buiten ik noem het tussen aanhalingstekens de private sfeer. Want onderzoeken wijzen ook dat wat binnen misgaat, ga je buiten ook zien. Dus er is altijd een verband. Hè? En dat is waar organisaties, toch, waar ik eigenlijk al jaren voor pleit. Ook bijvoorbeeld in de politie hoop ik nog steeds, daarom ga ik met de minister zitten. Om in het curriculum, toch, niet dat ik elke keer training of andere training geef, maar zet in het curriculum van de recruiter direct gender-based violence. Dat wanneer zij met die cliënt, dat ze dat ook zien. En dat ze niet zeggen van, ik ben al moe van die vrouw, Mino Jip en Morris is al 20 keer geweest. Maar hij moet dat proces begrijpen. Dat die politieman net zo respectvol, toch, was die vier dingen zeg, omgaat met de vrouw. En begrijpt dat ze nu niet in de dingen is. De politie zal natuurlijk wel zeggen van, kijk, dit zijn onze juridische dingen, maar de politie kijkt anders ernaar. Uiteindelijk gaan we hem oppakken. En ze mogen ook oppakken, want ze mogen ambtshalve vervolgen. En soms is dat handig, maar dat heeft niet die vrouw die aanklacht gedaan. De politie gaat, net zoals er een diefstal wordt gepleegd, ze gaan inrukken en ze gaan daar, of je nou een aanklacht doet of niet, ze gaan je komen ophalen. Ik had gevraagd aan de president, hij was zelf politieman, dus toen we laatst waren. Eigenlijk moeten we een soort unit ook hebben. Van het moment dat je ergens hoort een kind wordt verkracht, moet je meteen inrukken. Want je rukt ook in om goederen. Ben ik geen goed? Is mijn lichaam geen waarde? Heeft dat geen waarde, toch? Dus
Dus eigenlijk als dat soort dingen gebeuren, zou dat ook een punt kunnen zijn dat mensen moeten weten. De politie rukt in bij diefstallen, bij roofdingen, maar ook als het gaat om geweld en we gaan ingrijpen. Want vaak kan het individu niet zelf ingrijpen. Dat is dan weer een andere manier van aanpak. Er zijn wetten, maar daders gaan nog steeds vrij uit. Er zijn organisaties die hulp bieden, maar die kunnen niet overal tegelijk zijn. Dus als iets echt moet veranderen, verander jij. Verander voordat je te ver gaat. Stop gender en huiselijk geweld nu. Behandel elke vrouw met respect. Ze is gelijkwaardig aan jou. Mijn vrouw, maar met taki. Want verandering begint bij jou. Je zwakkie, teenakkie. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.